Nou, Koninginnedag in de Stationswijk. Hier zijn we al helemaal verkleed. Ik ben degene die links staat. En naast mij mijn buurmeisje Monique Pietersgraafland verkleed als zigeunerinnetje. Dan gaan we naar de optocht door de Stationswijk, wat tegenwoordig dus de Oranjewijk heet. En daar liep ik, die rechtse. Dit was opstellen voor de optocht. Ja. En de fanfare liep altijd voorop. Ja. Toen was het nog de fanfare. Precies. Dus Henny de Koning. Ja, en daar gaat de optocht van daar start. Daar gaat de optocht in een straf tempo, want de fanfare liep lekker door. Zelfs hier en daar een praalwagen. Ja. Komt straks ook nog voorbij. Ja, dit is de fanfare in de Oranjestraat. Onze jongste broer, Raymond. Ja, het was bij ons in de achtertuin. Daar ben jij. Gerda, dus. En dat was ook de avond van de optocht, hè? Volgens mij heeft hij alleen maar gefilmd op de avond. Dat is Michel Pietersgraafland links. En Raymond en onze hond, Robby. Het is het jaar erop, 1966, verkleed als boerinnetjes. Het juk is eigenhandig gezaagd door onze vader. Ja. En de moeders, die hebben dan de kostuums gemaakt. Ja. En de broertjes waren, of de... Dus ook zijn broertje en een buurjongetje, verkleed als clowntjes. Ja. Dat was ook weer voordat we naar de optocht gingen. Nou. Dan gaan we dus in straftempo. Weer allemaal verzamelen. Op de avenier. Op de avenier. Onze moeder, op het Schaamland. Nou, even een filmshoot in de achtertuin. Nee, in de voortuin. Voortuin. Nou, staan we opstellen klaar. Opstellen voor de optocht. Dat is een hele happening. Kinderen uit de hele buurt deden daar aan mee. En over het algemeen de moeders die naaiden de kostuums. Ja. Zijn eigen oranje vereniging, had je dat al genoemd? Ja, dat was de Stationswijk toen nog, omdat de station er stond. Die had een eigen oranje vereniging. Ja, clowntjes. Tikje vermoeid op. Ja, het was best een eind lopen. Praalwagen. Ja, voor mij is dat de muziekschool. De kleuterschool. Ja. Dat was in de Prins Bernhardstraat. Ja, Prins Bernhardstraat. Een houten gebouwtje. Ja, 1967. Ja. Dus de kinderen gingen eerst allemaal verzamelen bij het gemeentehuis voor de obade. En daarna gingen ze dan naar school.
En dan kregen ze van de Oranje Vereniging Een een zak snoep of tractatie, zoiets, een tractatie. Ja. Dan zie je dit op zijn is broer naar Raymond buiten, en die die laat laat zijn alles hondje vallen. vallen. En dan zit de juf hem op zijn hoofd, op zijn hoofd. En dan komt is Karin weer een de meisje die koning. helpt. Karin die haalt hem er weer af en die houdt hem even vast. Steeds de opdracht zo te zien. En dit is niet die optocht. Nee, dit is niet de optocht. Dit is volgens mij de kinderspelen. Dat denk ik ook wel. In de Prins Hendrikstraat, ja. Het zijn de kinderspelen in de Prins Hendrikstraat. Karin de Koning. Nou, die heeft wat gewonnen. Ja. En daar staat Raymond, links. Ja. En de jongens en meisjes hadden aparte spelletjes. Ja, ja. Ja, dat was een hele strenge rolverdeling. Ja, ja, duidelijk. Nou. Water in een flesje gooien. Ja, daar staat ik. Ja. Moesten die jongens moesten eerst op van die blokjes naar die streep lopen en dan... ballen in een emmer gooien of iets dergelijks. Dat ging ook niet zo lekker. Nee. Als wielrenner. Die jongetjes als wielrenner. Dat is weer in de Oranjestraat opgenomen. Ja. Begin van het plantsoen. En Michel ook als wielrenner. Michel Pietsgraafland. Ja. Ja. En Moriaantjes. Die als Moriaantjes. Ja. Ook weer zelf gemaakt. Het kostuum en de pruik, alles. Alles zelf gemaakt. Ja. Ja, snorretjes getekend, zie je? Ja. Ja, dan gaat de optocht weer van start. Dat is Eddie Pieter Schaapland. Die ziet alleen zijn hoofd niet. Met zijn zoon Michel dan. Raymond. En je Tavernier, de Thunderbirds. Ja. Dat was een gekocht kostuum. Ja, dat was een gekocht. Er waren er nog niet zoveel toen. Ja. Oh, dat was alweer bij de Spelen. 68 kinderspelen. Ja. In de Prins Hendrikstraat. Dan ben jij. Ja, en dat ben jij. Ja, met een hoedje op. Ja. Ja, dat is Raymond. Nou, het was wel ontzettend leuk altijd. Ja, zeker. Ja. Hij werd heel de dag bezig gehouden eigenlijk. Ja. Ja, Michel PG. Net zo sportief als zijn vader. Ja. Nou, ja, daar ga dat jij. Dat was helemaal niks, kijk maar. Nee. Dat was niet jouw ding. Mag ik er eens uitknippen? Heeft de koning. Ja. Buurjongen ook uit de Oranjestraat. Ja. Oh ja. Die, René Verhoef. Ja, ook uit de Oranjestraat, ook een buurjongen. Ja. Keurig aangekleed. Ja, ja, met blazer, groene blazer. De rest is ook klaar. Maar, dit viel ook nog niet mee, nee. Maar hij had wel doorzettingsvermogen. Ja. 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 Dat is maar, dat is moeder. Wow. Nou, kijk eens wat de meisjes moesten doen, de was ophangen. Ja, een goede rolverdeling. Ja. Als je erachter staat nu een trailer. Ze hadden vroeger een tent en die was opgeslagen in die boerderij aan de Lindenhoeven. De Lindenhoeven, zeg maar. En toen die afgebrand is, was de tent ook weg. Nou, weer het volgend jaar. Ja, Chineesjes. Dat waren Chineesjes. En dat was in de tuin bij familie Pieter Schraafland. Dus bij onze buren. De moeder is een heel frame gemaakt voor die hoofddeksel. Ja, hoe noem je zoiets?
Ja, Met smaak. Joet. Oh, die jij op hebt. Ja. En Castellettes. Ja. Dit was aan de voorkant. Ja, aan je op het plantsoen in oranje staan. Nou, dat is bij de school. Ja. Kleuterschool. Ja, ja. Nou. En dan, ja, de hoek Oranje, Prins Bernhardstraat, Nassaustraat, dat was het startpunt van de optocht. Helemaal geschminkt, lippenstift, wenkbrauwen donker gemaakt. Kijkt niet zo vrolijk. Nee, snor kriebelde. Ja. Michel kon daar beter mee omgaan. Ja. Nou, opstellen voor de optocht. Kijk, Jan-Willem Kraan. Spaanse gitarist. Ja, onze overbuurjongen. Dus uit de Oranjestraat. Ja. Karin de Koning. Roodkapje. De Vliegende Nonnen. Ja, hele groep uit de Nassaustraat. Ja. De Vliegende Nonnen, ja. Meester Roost. Meester Roost. Dat was de bovenmeester van de openbare lagere school. Ja. Voetbalvereniging, denk ik, in de ja, praalwagen. Voetbalvereniging. Bibian Bruinings, Bibian is bruid. Bruinings, ja. Pieter Schaafland. Ja. Karin weer. Ja. Voetbal was blijkbaar kampioen geworden. Ja, ze wilden het graag horen. Nee, er stond wij zijn kampioen. Ja, oké. Okay. Nou, het was een... Spaanse gitarist is wat moe. Het was een straftempo, dus iedereen was een beetje moe. Ja, kijk. Oh. Ja. Laat het nog op de sluier staan ook. En van vader was er altijd. Ja. Dit was dan weer in de Prins Bernhardstraat. Ja, Prins Bernhardstraat. Dubbeldam op de fiets, ja, net voorbij. Ja, die is bij Dubbeldam. Ik denk dat alle kinderen in de hele wijk daar altijd bij waren. Ja, of ze liepen mee of ze stonden te kijken. Of ze stonden te kijken, ja. Nog een hele mars. Je ja, kunt zien zeker. Alle zo groot is die wijk niet, maar nee. Hij werd helemaal aangedaan. Ja. Ja, en dat is het oude station. Het oude station van Barendrecht, ja, op de achtergrond. Op de achtergrond. Ja, de gitarist is weer een beetje opgeknapt. Kijk, ja, en, die heeft de Spaanse danseres een gevonden. Dansje. Ja, ja. Spaans tafereeltje. Ja, en dat was en het. En dat was die.